Vandaag in Tijd voor Theater, Amerikanen in het Rijksmuseum Twente. Nederland leest met cabaretier Rob Jansen. En in de agenda onder andere introdans in Zwolle. De tentoonstelling Abstract USA in het Rijksmuseum in Enschede biedt coole kunst uit de swinging 60s. Parijs heeft na de Tweede Wereldoorlog afgedaan en New York is het nieuwe culturele centrum. Maar verwacht geen rock'n'roll of hippiekunst en ook geen persoonlijke emoties van de kunstenaar. Dat laatste is te Europees. In Amerika gaat het om het schilderij, het ding. What you see is what you see. Liefst groot. In het museum speelt op zondagmiddag 31 oktober het Valerius Ensemble werken van moderne Amerikaanse componisten uit dezelfde tijd, zoals Steve Reich en Philip Glass, twee coole. En werk van Morton Feldman. Zijn muziek is een overgang, nog beïnvloed door het expressionisme. Bij het concert is een inleiding door de Enschedese componist Jan Bijkerk. In de periode dat die abstracte schilderijen ontstonden in de Verenigde Staten, was eigenlijk voor het eerst dat zowel de muziek als de beeldende kunst, dat daar de Verenigde Staten zich gingen emanciperen. Dat ze dus een eigen identiteit begonnen te krijgen. In Europa hadden we natuurlijk al, laten we zeggen, het impressionisme en het expressionisme, maar wat toch nog eigenlijk altijd steeds uitging van, laten we zeggen, iets wat je kon herkennen. Maar wat de Amerikanen op een gegeven moment deden, dat was dus inderdaad na de oorlog, echt gewoon alles van tafel vegen, helemaal opnieuw beginnen. What you hear is what you hear. Wat die minimal music mensen betreft, denk ik dat zeker. En het stuk van Morton Feldman is een stuk wat eigenlijk in die overgangsperiode valt. Die was ook duidelijk aan het zoeken naar andere manieren, maar zat toch nog wel een beetje in die Europese traditie met één been, maar zocht echt ook wel weer heel duidelijk naar andere technieken, andere compositietechnieken, en gebruikte ook zijn materiaal, dus de instrumenten en de klanken die ze voort kunnen brengen, gebruikte ook op een andere manier dan op dat moment gebruikelijk was in Europa. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het expressionisme, dan is het niet what you see is what you see, het is meer. En laten we zeggen, de Amerikanen hebben op een gegeven moment gezegd van, ja oké, maar dat is heel subjectief. Laten we nou eens gewoon zeggen, nou inderdaad, wat je ziet, dat is het en meer is het niet. Ik vind het heel Amerikaans.
Maar voor de rest denk ik inderdaad dat in Europa de invloed van de Amerikanen misschien niet zo vreselijk groot is. Dat minimal gebeuren, dat heeft wel heel veel invloed gehad. Bijvoorbeeld op mannen als Louis Andriessen bijvoorbeeld. En nog wel een paar andere, Joep Fransen en zo. Er zijn er wel een aantal die, als het ware, die een beetje geraakt zijn door die toverstaf. Maar ik denk dat je dat toch niet in zijn algemeenheid kunt zeggen. Europa heeft toch wel zijn eigen traditie is blijven houden, maar Amerika ook. En dan de agenda met introdansensemble voor de jeugd in Odeon de Spiegel in Zwolle. Vrijdag 29 oktober. De Zweedse Mats Ek is een van de belangrijkste choreografen van de wereld. En introdans is dan ook erg trots om een hele voorstelling van deze bijzondere maker te kunnen presenteren. Het werk van Mats Ek is op veel internationale podia te zien. Door het gebruik van kleurrijke kostuums en bijzondere decors komt het publiek met mix van Mats in andere sferen. De muzikaliteit is aanstekelijk, de bewegingen soms komisch en de uitvoering door de energieke dansers van Introdans Ensemble voor de Jeugd plaatst jong en oud op het puntje van de theaterstoel. Tenminste, dat zegt Roel Vorinthol van Introdans en hij kan het weten. Mix van Mats, Odeon de Spiegel Zwolle, vrijdag 29 oktober. Ook in de Spiegel een dagje later een bijzonder concert. Met pianiste Anna Vedorova. Voor de pauze speelt ze met haar vader op twee vleugels Rachmaninoffs eerste suite en Ravels La Valse. Na de pauze speelt ze met haar echtgenoot in de meest spectaculaire Carmina Burana die maar denkbaar is. Met medewerking van het professionele Jongens Vocale Ensemble Hannover en Slagwerk Den Haag. De muzikale leiding is van Martin Panteleev. En het gerucht gaat dat u in de pauze gratis cd's krijgt. 30 oktober, ook in de Spiegel, Zwolle. Muziek ook in de Deventer Schouwburg, dinsdag 2 november, Chris Henze. Van Tibet tot Tanger heet het programma van deze fluitist. Reisimpressies vertoond op een groot scherm. In combinatie met zijn magische fluitspel en verhalen over ontmoetingen met muzikanten als bijvoorbeeld Pieter Tosh. En grote persoonlijkheden als de Dalai Lama. Een combinatie van video, foto en live muziek wordt uiteindelijk samengesmeed tot een boeiend schouwspel. Voor reis- en muziekliefhebbers een absolute must, zegt Chris, die, maar dat terzijde, 40 jaar in het vak zit. In Raalte in het Hoftheater zondag 31 oktober en zoals gezegd in de Deventer Schouwburg dinsdag 2 november. Dan een première op woensdag 3 november in Concordia Enschede. Candide, dat is Bernsteins komische opera, in het Nederlands vertaald door Willem Wilmink. Het wordt opgevoerd in een pocketversie van 1 uur door de jonge garde van de Nationale Reisopera Resident Artist Program. Candide is een optimist, leerling van de filosofische school van Dr. Pangloss. Zelfs nadat hij wordt verbannen, in een gruwelijke oorlog terechtkomt, wordt gemarteld, betrokken is bij scheepsrampen, vulkaanuitbarstingen en moordpartijen en diverse keren ruw wordt gescheiden van de vrouw die hij lief heeft, blijft hij de theorie aanhangen dat deze wereld de beste van alle mogelijke werelden is. Na een jarenlange zoektocht door de wereld is Candide spoorbijster en besluit hij alleen nog maar zijn tuintje te verzorgen. Een must voor iedereen die last heeft van de crisis. Candide, woensdag 3 november in Concordia, later op andere plekken. Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant.
Op vrijdag 29 oktober gaat de theatervoorstelling Meisjesinternaat Vredestein van The Young Ones in première, maar wordt doorgespeeld tot met zondag 7 februari. De theatervoorstelling Meisjesinternaat Vredestein werd in één week gemaakt. Gedurende 7 dagen en nachten sloten 14 jonge actrices tussen de 15 en 25 jaar zich samen met regisseur Jeroen Kriek en zijn team op in Theater de Kerk in Zwolle. In die tijd werd de hele voorstelling geschreven, geanceneerd en gerepeteerd. Het verhaal: 14 meisjes delen een slaapzaal op de tweede verdieping van het strenge katholieke meisjesinternaat Vredestein. En de meisjes proberen zich heimelijk een beeld te vormen over het leven en de wereld van daarbuiten, van wat hen te wachten staat, straks. Première dus 29 oktober, Theater de Kerk, Bisschop Willibrandlaan in Zwolle. Nee, dit is niet de Dinkel of de IJssel, maar de Wieke in Westerhaar Friese-Veense Wijk. Dit dorp, met de langste naam van Nederland, ligt in de gemeente Twenterand. Daar stonden ooit 4 turffabrieken. Nu loopt er een cabaretier. Wat ik mis als ik van huis ben, de klanken en de taal. Wat ik mis als ik van huis ben, is veel pracht en weinig praal. Liever eerlijk dan beleefd en blijdschap duurt nooit lang. Kop omhoog en doorgaan, een tukker is nooit bang. De wieken en de vesten, als foto's in mijn hoofd. Mijn hart klopt snel voor Twente en dat vuur wordt nooit gedoofd. Zijn première 29 oktober in Hof 88 in Almelo. Ging naar Enschede voor cabaretier Rob Jansen. Hij speelt deze maand Heel Nederland Leest, de grote zaal. En dat heeft alles te maken met de grote nationale leescampagne Nederland Leest. De grote zaal verscheen in 1953 en werd een ongekend succes. Schrijfster Jacobe van Velde, geboren in Den Haag in 1903, woonde in Berlijn, maar vooral in Parijs. De grote zaal was haar romandebuut en gaat over eenzaamheid en ouderdom. Cabaretier Rob Jansen komt uit Boven Karspel en is geboren in 1968. Al jaren speel ik cabaret gewoon voor volwassenen in theaters, van Zoldertheater tot Schouwburgen. Daarnaast heb ik een act dat heet de Poëzie Jukebox. Dat is een groot sandwichbord met allemaal titels van gedichten. En dan loop ik dan rond in bibliotheken, festivals, nou, waar ze me maar vragen. En daar kwam dan ook weer een combinatie van cabaret en Poëzie Jukebox. Een cabaretprogramma dat heet Denkend aan Holland. Toen kwam ik veel in bibliotheken. En 2 jaar terug, toen was Harry Moelis, 2 vrouwen, was toen het boek van Nederland Leest. En toen kwam vanuit de Overijsselse bibliotheekdienst, Corrie Volkersma, vroeg toen of ik wilde reageren met een cabaretprogramma. En ze had me al een paar keer zien optreden. Of ik daarop wilde reageren, op dat boek. Vorig jaar was het Oeroeg. Toen dacht ik, nou, dan bied ik het gewoon aan alle bibliotheken door het hele land aan. En ja, dat heb ik dit jaar weer gedaan. En ja, in 33 dagen speel ik de voorstelling 30 keer. De leerlingverpleegsters hebben opgeruimd en de deuren naar de tuin opengezet. Het merel zingt een prachtig lied. Ik ruik de hyacinthe. In lange tijd heb ik me niet zo rustig en vredig gevoeld. Meestal voelde ik deze rust als ik alleen op het strand in de zon lag en het geruis van de zee hoorde. Een boek is, ja, je verplaatst in een andere wereld. En dat kan heel ook toch dichtbij zijn, maar gewoon ja, je mee laten slepen in een andere fantasie. Op vakantie kan ik gewoon een boek lezen. Maar zoals nu heel gericht met Jacobe van Velden, dan lees ik wel even wat heb ik met dat boek. En zo, een boek moet je ook raken natuurlijk om er iets mee te doen. Dit was dan haar eerste roman. En het was meteen een enorm succes. Binnen 10 jaar is het in 14 talen vertaald. En ze kreeg lovende recensies in Amerika, Frankrijk, Duitsland, Japan en Chili. 1 keer in de week gaan we in het bad. De hele week zie ik het tegenop.
Ik vind het verschrikkelijk zo naakt voor de zuster te staan. Vroeger waren mijn borsten rond en stevig, mijn buik glad en mijn benen slank en gespierd. Nu is alles slap. Hoe is het mogelijk dat je in betrekkelijk korte tijd zo af kunt takelen? Als ik schrijf, ga ik eerst gewoon alles schrijven wat er in me opkomt. En dan gaan we repeteren, gaan we improviseren. En dan kijken van, ja, zit alles erin wat ik wil zeggen, zit dat erin? En dan, ja, dan ga je weer schaven, ga je snijden en ga je dingen die leuk zijn, ja, moeten er toch uit. Want je wil, ja, het kan ook niet te lang duren. Ik heb laatst mijn buurman weggebracht en ik, nou, die begrafenis was leuker dan al zijn verjaardagsfeesten bij elkaar. Ja, waarschijnlijk omdat hij er zelf niet bij was. Hier heb je dan, wil ik dan toch ook iets over Jacobo van Velde vertellen. Dus dan ben ik naar het Nederlands Theaterinstituut gegaan. Dan ben ik het archief ingedoken en heb ik brieven van haar gevonden. Dus dat, ja, dat zit ook in het programma. Ook, ja, het is een vrij onbekende schrijfster voor veel mensen. Ze volgde danslessen en ging samen met een vriendin dansen bij een gezelschap. En dat gezelschap werd later heel beroemd onder de naam Bouwmeester Revue. Daar leerde ze haar eerste man kennen, de violist Harry Polak. En daarmee trok ze naar Berlijn en daar ging ze optreden in restaurants. Woorden van een man op leeftijd en een leven vol met stress. Die na een hartinfarct beseft, er is meer dan geld en succes. Hij is nu een yogameester, zijn hartinfarct bleek een nieuw begin. Trekt het lot het vel over je oren, zit je er weer lekker in. Trek het vel over je oren, zit je er weer lekker in. Trek het vel over je oren, zit je er weer lekker in. Nou, een heel opvallende zin vind ik, en die zit ook in het programma. Het is een heel mooie citaat, maar één wat me nu als eerste binnenschiet is... alsof de dood iets is wat alleen een ander kan overkomen. Heeft iemand zijn rouwplechtigheid al op papier gezet? Ja, u heeft het... Ja, u heeft het, ja. Wordt het iets om naartoe te leven? Nee, we leven nu in een maatschappij waarin je alles mag zeggen. Maar ik denk, ja, aan de ene kant vind ik dat goed, maar ik vind, ja, je kan het ook op een mooie manier zeggen. Nou, proost, hè? Ja, ja, er zit geen pauze in het programma. Is dat u verteld? Dat duurt nog een hele tijd. Dus proost, hè?